zijn dit weekend aanwezig op het 40e editie van het Truckstar Festival op het TT-circuit in Assen. We hebben het Mobiel Media Lab meegenomen en we zijn hier vanwege het programma TFOC. TFOC staat voor Transport Facilitated Organized Crime. Het is een programma vanuit de politie, maar door de overheid, waarin we in contact willen komen met de logistieke sector om eigenlijk zoveel mogelijk bewustwording mee te nemen naar die logistieke sector over criminele inmenging. Omdat we de laatste jaren steeds meer inmenging zien in deze sector, willen we aan de voorkant komen van de problematiek. Dus we gaan zoveel mogelijk met vrachtwagenchauffeurs in gesprek, met logistieke bedrijven in gesprek, om ze bewust te maken van het feit dat die criminelen continu inmenging zoeken in deze sector. Dat doen we op allerlei verschillende manieren. We hebben daar een toolkit voor ontwikkeld. We hebben brochures, stickers, we hebben petjes en zonnebrillen mee. En dat hebben we eigenlijk meegenomen omdat we iets willen brengen om vervolgens ook iets te kunnen halen bij deze logistieke sector. We willen met ze in gesprek komen, we willen de bewustwording omhoog krijgen. Daarnaast hebben we ook een serious game ontwikkeld, operatiezebels.nl. Die kun je hier in het Mobiel Media Lab spelen, waarin je vanuit het oogpunt van een vrachtwagenchauffeur eigenlijk meegenomen wordt in hoe subtiel die hele inmenging te werk gaat. Nou, daar kun je een aantal punten mee verdienen en dat doen we vandaag in het Mobiel Media Lab. We hebben ongelooflijk veel aanloop. We hebben veel contact met de mensen en in dat contact zie je ook dat ze het ongelooflijk leuk vinden dat we hier niet staan om een bekeuring uit te delen, maar juist om eens het contact aan te gaan en de gesprekken aan te gaan van wat speelt er nu in deze sector, wat leeft er onder ze. En het feit dat je dan ook iets meegeeft is alleen maar een super positief iets. Dus wij zijn super blij en we blijven vooral nog even doorgaan hier.